Even. Ik hou van buitenwerken sowieso. Hè, dat heb ik natuurlijk altijd ook wel gedaan, maar ik heb van mijn andere hobby ook een beetje mijn werk gemaakt, ja. Zondag is het exact 10 jaar geleden dat Patrick Pauwe stopte met voetbal. Na zijn carrière trainde hij 3,5 jaar de jeugd van PSV. Maar eigenlijk steeds met minder plezier. Bakje koffie allemaal? Ja, lekker. Ga gewoon even halen, want... Zoals zoveel andere betaald voetballers rolde ook de voormalig aanvoerder van Feyenoord automatisch het trainersvak in. Zonder na te denken of hij het wel leuk vond. Ik heb eigenlijk in een interview na mijn laatste wedstrijd bij VVV ook wel gezegd van... ik trainen, nee, dat ga ik niet worden. Dat denk ik niet. En toch ga je dat dan weer doen, omdat je dat gaat proberen, omdat het bekend is. Wat ga je anders doen? Dus daar heb je dan nog toch niet echt zo goed over nagedacht. En op een gegeven moment denk je van ja joh, dan krijg je van om in de omgeving te horen van ja, jij moet de tuin in man. Je zit altijd in de tuin, je bent altijd daarmee bezig, het is je hobby en probeer daar je werk van te maken. En dan ga je er opeens mee nadenken, ja, dan denk je ja, nee, dat zou misschien best wel eens een goede kunnen zijn. Sinds september volgt Pauwe een opleiding tot hovenier en werkt hij aan verschillende projecten, zoals in deze nieuwbouwwijk in Eindhoven. Op 45-jarige leeftijd geniet Pauwe volop van zijn tweede leven. Dit is een hobby en daar moet je wel weer onderaan beginnen. En daar heb ik dan al een klein beetje moeite mee, dat klopt. Want je moet alles weer opnieuw gaan doen en alles gaan leren. En dat is niet zo makkelijk op die leeftijd, nee, dat klopt. Maar die stap genomen. Terwijl het financieel niet per se nodig is, of wel? Nou nee, niet per se nodig, nee. Want je hebt aardig wat binnen kunnen harken. En als je een beetje zuinig bent, dan kun je best wel uitzingen. Ja, dat hebben ze goed geregeld met het CFK. Hè? Ja. Dus je was vroeger aan het harken en nu ben je weer aan het harken? Ja, een beetje ploegen ook. Beetje velden omploegen en zo. Weet je de Latijnse naam voor een beuk? Want dit zijn beuken, hè? Ja, dat is de vagus, hè? De vagus sylvatica. Dat weten we, ja. Ja. Dat had ik niet verwacht dat je dit wist. Dat had ik niet verwacht. Nee, ik zit nog op studie, dus het moet er allemaal nog een beetje inkomen. Maar ja, sommigen hebben nu al een beetje opgeslagen, ja. Maar liefst 8 jaar speelde Pauw voor Feyenoord. En met succes. Hij won de Johan Cruijffschaal en werd landskampioen in 1999. Ik ga kijken hoe jullie doen. Dat snap je toch wel? Ik moet een beetje aanwijzingen geven. Dat deed ik in het veld ook altijd. Ik liet de ander altijd het werk doen. Dat snap je wel. Maar zijn mooiste moment was op 8 mei 2002. De dag van de gewonnen UEFA Cup finale. Die fijne supporters die herinneren jou om heel veel dingen. Maar altijd komt die onderbroek weer terug. Ben je daar nooit moe van? Nee, helemaal niet. Het was een van de mooiste momenten die er waren en die er zijn geweest. Nou, of je klein of groot geschapen is, dat bewijzen deze beelden niet, maar... Ik moest pissen, ja. Ik moest pissen voor de dopingcontrole. Ja, daar word ik dan voor uitgezocht. Ja. Dat moesten ze meestal niet doen, want dan moest ik inderdaad gewoon uren wachten tot er eerst een klein druppeltje kwam. Daar ben je gek van, man. Ja, maar ja. Ook al woont hij in Eindhoven, zondag juicht hij toch echt voor Feyenoord. Pauwe ziet niet alles, maar wel veel van zijn oude club. Er is veel veranderd in vergelijking met zijn tijd. Maar qua financiën is nog veel hetzelfde. Ja, het blijft een beetje dat je achter het geld aan blijft hikken. Van als hier toch eens een keer wat geld vrijkomt, moet je kijken wat je dan gaat krijgen. En daar hoop ik nou nog steeds, daar hoop ik nog steeds op. Ja, want je bent nog steeds Feyenoord supporter. Ik ben nog steeds Feyenoord supporter. Mensen, kijk, dat is allemaal mooi, hè? Mensen komen op kijken. Kijk, goeiedag, hallo. Altijd gezellig even gedag zeggen. Hè? Je hebt dan ook wel eens gezegd, ik kom nog wel een keertje terug in de voetballerij. Als individuele trainer, bijvoorbeeld. Wanneer heb ik dat gezegd? Nou, 2 jaar geleden. Oh, nou, ik denk het niet. Maar wie weet, dat dacht ik toen misschien wel, maar... Nee, ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk dat we hier gewoon lekker mee doorgaan. Ja.